hangen al. Oh my fucking god, moet het daar aan hangen? Ik zie helemaal geen net. Ik kom aanlopen en ik zie echt een reusachtig ding waarop geklommen wordt. En ik voel het al aan mijn water wat we gaan doen. We gaan de hoogte in. Mijn moeder die heeft een flat, dat is 4 hoog. En dan als ik daar op het balkon sta, dan breekt het zweet me al uit. En ik kijk naar die toren en dat is niet 4 hoog. Dat is gewoon een compleet flatgebouw. Marie, Jane, Richella en Laudi. 4 fearless chicks dagen vooruit een hooligirls. Ik ben echt fucking kraai. Het is gewoon zo fucking erg. Hooligirls, we zijn vandaag op een event van Mudmasters. Maar jullie gaan vandaag iets totaal anders doen dan wat we eigenlijk gewend zijn van de Mudmasters events. Het is vandaag mijn challenge. Dat betekent dat Jane, je had de vorige challenge had je gewonnen. Maar vandaag doe je mee, want het is een speciale, bijzondere challenge. Wasima heeft altijd wel hele heftige challenges en ze is natuurlijk zelf hooligirl geweest. En naast mij staat André, organisator van Mudmasters event. Wat kunnen de meiden verwachten vandaag? We verwachten dat het heel zwaar wordt en heel hoog. Normaal is Mudmasters voor bijna iedereen, hebben we allerlei verschillende niveaus. Maar vandaag is onze meest extreme test van het hele jaar. We hebben op grote hoogte, op 35 meter hoogte, onze monkey bars hindernis bevestigd. En 3 keer raden wie er hoogtevrees heeft. Dus ik ben echt doodsbang voor vandaag. De challenge luidt als volgt. Jullie gaan zo meteen 2 om 2 klimmen. En dat 2 minuten lang. En de hooligirl die dit zo ver mogelijk schopt, die wint deze challenge. En win je deze challenge niet, dan zal de straf alles te maken hebben met monkeys en bananen. Oh. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Nee. En wat ik ga doornemen is dit A4'tje, daar staan allerlei safety regels op. De binnenzijde van de mast, daar gaat wind doorheen. Die beweegt een beetje, dat is heel normaal. Elke mast, je staat er niet meer stil. Je lichaam accepteert dat niet, zeg maar. Je denkt, oh deze mast ging alleen weer. Dat is vervelend. Ja, dat klopt, dat is het ook. Maar dan hebben we een gapende gat met de 2 monkeybars, die hebben jullie al gezien. En je moet wat iets wijken om die eerste te pakken. Dat is niet spannend, dat staat nog steeds redelijk safe, zeg maar. Maar dat is een rare pool dat je de diepte in kijkt. En hij is aan het vertellen en ik zie dat hij praat, maar ik hoor niet wat hij zegt. Ik ben alleen maar aan het denken, dit is de dag dat ik ga sterven volgens mij. Wil je wat bij horen? Ja, wat fijn. Eerst gewoon lekker uithangen. Nou, kom maar. Hoppa. Rustig aan. Hoppa. Rustig. Alvast. Oh, dit was zwaar hoor. Alvast. We zijn aan het oefenen en ik merk toch wel dat ik het echt onderschat heb. Het is namelijk veel zwaarder dan ik had gedacht. Moet ik nu loslaten? Ja, hangen. Ja, goeie. Papa. Oh my god. Oh my god. Oh. Ik vind dit al best wel hoog. Dat is mooi. Ik vind dit al best wel hoog. Schuifje. Nog 2. Goeie, goed bezig. Ik de. Super. Lekker. Netjes hoor. Ik ben echt heel zenuwachtig. Ik heb het echt onderschat. Het is echt heel zwaar. Ik vond dit ook wel eng, omdat ik met de gedachte zat dat ik daar zo meteen zit. En dat ik aan het einde daar zit. Ja, die draai is lastig. Dames, jullie hebben heel even kunnen oefenen. Normaal gesproken trainen mensen hier maandenlang voor. Jullie hebben even kunnen proeven. Het moment is aangebroken. Jullie gaan zo meteen 35 meter omhoog. Laudi en Richella, jullie mogen als eerste. Kom op meiden, succes, kom op! Succes, succes! You got this! Ja? Klim rustig. Ja. Even stoppen. Ik ga best wel met goede moed omhoog. En halverwege kijk ik even naar beneden. Dacht ik, oké, fuck. Dit is echt heel hoog. Ja, alsof... Lekker bezig, Ries! Ik had niet verwacht dat ik de trap op zich al een challenge zou vinden. Maar ik sta te shaken op mijn benen. 2, 1, 8. Bijna! Ja, 3 meter. Eentje. Naar boven. Maar daar komt Laurie al. Niet bang zijn. Je gaat niet vallen. Je bent een hooligirl. Niet naar beneden kijken. Ik heb naar beneden gekeken. Kutzooi. Ze kijkt gewoon de hele tijd naar beneden, joh. Echt? Rustig. Ik heb erge dingen in mijn leven meegemaakt. Nee, ik heb helemaal geen erge dingen in mijn leven gemaakt. Dit is oprecht het ergste wat me ooit is overkomen. Waarom waait het zo hard? Omdat ik 20 kilometer hoog ben. Oh, ik zie een trein. Oh. Yay, Loutje!
Oh, mijn armen zijn helemaal verzuurd. Oh mijn god. Weet je wat, mijn GoPro'tje hier? Ja. Jezus, wat doen mijn armen pijn, ja, zeg. Ja, ik kan het heel voorbij komen. Jane en Marie, dit is nu jullie moment om omhoog te gaan. Ja, daar komen ze. Dit is echt live. Het waait tering hard, ik waai bijna weg. Ik weet niet wie mijn zender is, maar je hoort mij. Oh mijn god, oei, oei, oei. Oh, wat een wind! Ik ben bang dat ik wegwaai met mijn kop tegen de ladder aankom en dat ik daar vast zit. Die wind! Oh mijn god, ik ben weg! Kom eens, je kan dit, je kan dit. Die wind is zo hard. Ja. Dat is echt niet normaal. Laurie en Richella, doe even een duimpje omhoog als jullie me horen. Yes! Hoe gaat het met jullie daar? De oefening ging al goed. Richella. Ja. Hoe gaat het? Ja. Het is heel erg vol. Het is een beetje onwerkelijk. En dan het moment dat je vastgemaakt wordt aan de rand en dan kijk je overheen, dan denk je oké. Dit is gewoon echt. Laurie, ik zie jou heel gespannen om je heen kijken. Ik moet echt bijna huilen. Ik meen serieus. Jullie gaan zo meteen de challenge aan. En haal het maximale eruit. Blijf gefocust. Oké. En het enige wat ik denk is full focus. Laurie en Richella, het is zover. Jullie hebben 2 minuten de tijd om zo ver mogelijk te komen. Ik ga aftellen in 3, 2, 1, succes! Oh mijn god. Okay. Lekker bezig, lekker bezig! Oké. Okay. En ik merk dat Richella achter mij hangt en ik denk, oké, sterke armpjes, dat wist ik niet van mezelf. Probeer ook om te draaien aan het einde. Laurie gaat ontzettend hard op dit moment. Probeer die draai te maken. Ja, lekker hoor, lekker hoor. En weer terug. Ik merk zeg maar iedere keer als ik er eentje pak, denk ik, oh, dit wordt zwaarder, kut. Kom op, Richella. Lekker, Laurie, lekker gefocust, lekker. Goed zo. Nog een keer. Richella is gesloten. Oh, ik ga is dat Richella? Ja. Oh nee. 10 minuten. Oh my god. Lekker hoor, Laurie. En ik verbaas mezelf. En ik word daar ook een beetje emotioneel van. Dat ik denk, holy shit. Ik kan dit gewoon. Lekker dan. Dit is fucking goed gedaan. Dit is het goed op je. Laurie, hoe gaat het bij jou daar? Ik ben zo trots op mezelf. Duimpje omhoog als alles goed gaat. Het gaat goed. Hoe gaat het bij jou, schat? Ik ben fucking trots op Laurie. Ik was zelf helaas weggegleden, maar ik ben echt zo fucking trots. Ik denk dat het tijd is voor onze volgende 2 Hoodie Girls. Marie en Jane staan klaar. Het is wel echt heel zwaar. En het is vooral die draai, dat hebben we nog nooit gedaan. Het was echt, viel echt tegen. En toen voelde ik mezelf zo misgrijpen. Zo, nee, kut. Ik baalde echt, maar ja, alsnog. Ja, het ging best wel goed, ja. Ging fucking goed. Ja, dat had ik echt niet verwacht. Maar, ik weet niet, ik ben nog steeds echt helemaal... weer iets fucking zieks gedaan. Ik ben zo trots op deze meiden, het is echt ongelooflijk. Ongelooflijk wat ze laten zien. Ik ben heel erg zenuwachtig. Ik ga heel slecht met mijn... Mag ik dekentje even op doen? Geef mij maar maden en visogen en heel die rotzooi. Whatever it is, maar dit even niet, alsjeblieft. Schat, luister. Je kan dit. Serieus, je kan dit. Ik weet niet hoe ik ga reageren als ik voor dat ding sta, maar ik sta helemaal met knikkende knieën. Ja? Oh, Marie gaat helemaal kapot. Marie gaat echt kapot. Waarvoor? Wow. Dit gaat snel. Ze is echt fucking bang, hè? Ja, het is echt wel zo tof dat ze hier staat. Ik raak helemaal in paniek en ik bevries gewoon. Ik weet niet wat ik
wat ik nu ga doen en wat er in mijn hoofd omspeelt. Ik heb zoveel paniek. Janie gaat in de strijdersmodus. Mm-hmm. En ik hoop Marie ook. Ik hoop ook. Marie en Jane, jullie staan klaar. En ik zie ook bij jullie zie ik de spanning. Ik voel het hier beneden. Zijn jullie er klaar voor? Ik ga aftellen. In 3, 2, 1, let's go! Oh nee! Ah, Jane is al gestart. Nee. Jane is gestart. Niet twijfelen, Marie. Kom op! Cool. Pak de eerste. Go, go! De eerste. 3, 2, go. Go. Kom op! Je kan het echt! Marie, echt, echt! Kom op, Marie! Doe het voor jezelf! You got this, girl! Kijk maar naar voren. Niet twijfelen, Marie! Ik denk, nee, ik kan niet, ik ga niet, ik kan niet, ik ga niet, ik kan niet, ik ga niet. En ik kijk naar beneden en denk, ik ga al helemaal niet. Als je er toch bent, let's go! Nee, 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 nee. 3, 2, 1, go, Marie! Doe, er kan niks gebeuren. 3, 2, 1, let's go, kom op, Marie, kom op! Oh, ik vind het zo goed. Ik vind het zo goed, dan hoor je echt niet. Kom op, Marie! Yes! Kom op! Goed zo, Marie! Yes! Kom op! Lekker, Marie! Volgende! Lekker, Marie! Go! Goed zo, yes! Goed zo! Oh mijn god, ik ben zo trots. Nee, jongens, ik wil terug. Ja, Jay gaat... Kom op, volgende! Nee, kom op! Jay, je gaat super hard. Oh my god, sorry. Ik moet terug en ik zak een stukje naar beneden en ik denk, ja, daar gaan we. We gaan te pletten vallen. Je mag mijn been loslaten. En ik ben zo erg aan het shaken en paniek. En hij zegt gewoon, ja, je mag mijn been wel loslaten hoor. Dat ik denk, nou, wacht eens even. Lekker hoor, James. Die armspieren, lekker trainen hoor. Nou, dat is toch niet normaal. Oh, die... Draaien. Draaien, heel goed. Ja, goed hoor. Oh, sorry. Je hebt het gedaan, je hebt er gehangen. Rustig, rustig. Ademen. Ja, netjes, netjes. Ik doe het echt niet na. Dit is ongelofelijk. Ik probeer rustig te praten, maar dit is niet normaal. Lekker, James. Kom op. En ze is gesneuveld. Ik denk ik val 100 meter naar beneden. Maar dat viel wel mee. Dat was maar 1,5 meter. Even groot als ik. Lekker, Jane! Jane! Maar ik wil even huilen, mag ik dat? Nee, ik mag huilen, maar doe maar even hierboven huilen. Wow, dat is fucking eng. Ja, dat is echt fijn. Doei. Lekker uit, Sigie. Lekker, Luus. Marie is hier echt aan het doodgaan. Ja, Marie is echt aan het doodgaan. Wil je het zien? En de andere, zet hem maar naast. Je mag hier vastpakken, laat ik je langzaam zakken. Je mag je benen wat langer maken. Oké, we gaan nu zakken. Ik wil helemaal niet zakken. En ik begin te janken en te janken. Maar die komt goed. Het komt goed. Oh mijn god, ik heb hem niet vast. Ik ga dood. Rustig, Marie. Adem maar. Goed zo, Marie. Je hangt al, schat. Je hangt al. Oh my god. Marie, je hangt. Je bent veilig. Oh god, ze is echt heel bang. Nee. Michelle is al beneden op je aan het wachten. Bijna, Marie, je bent er bijna. Ja, okay. Je bent er, je bent er, je bent er. Kom hier. Zo ongelooflijk trots op jou. Ik kan echt niet, ik wil heel helpen. Ik sta met beide benen op de grond en het lijkt net alsof er een aardbeving is. Maar dat zijn gewoon mijn knieën die aan het knikken zijn. Ja, 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 ja! Ze heeft het ook gedaan, ze heeft het ook gedaan. Ik hing daar als een soort van dikke baby orang-oetang met hoogtevrees, trillen. Ja, het zag er natuurlijk niet uit. Zag er niet uit. Het was ook niet zo leuk. Holy shit, echt holy shit. Je bent nog helemaal zeker. Schreeuw het uit! Yes, yes, yes! Lieve hooligirls, ik wil allereerst beginnen met mijn respect naar jullie. Want wat jullie vandaag hebben laten zien is echt ongekend. Is echt ongekend. Maar helaas, net zoals bij iedere challenge, is er een winnares. Maar ook een verliezer. Jane,
Jij bent de winnares van deze challenge. Deze was voor jou. Gefeliciteerd. Je ging echt op en neer. Ja, bizar. Echt bizar. Gek om te zien. Ja, ja. Maar je hebt het wel even gedaan. Gefeliciteerd. Klopt. Ja, dank je. En dan kijk ik Marie aan. Met pijn in mijn hart. Deze challenge heb jij verloren. Voor mij ben jij de winnares. En de straf luidt als volgt. Je gaat tenminste 1 verrotte banaan moeten opeten. Oh. Hij is echt verrot. En dat is deze banaan. Dat was erg. Als het allemaal niet kutter kan. Ik heb gejankt, ik heb mijn angst overwonnen. Het was al een straf voor mij. En nu moet ik ook nog eens een straf gaan doen. Eww. Laat hem maar lekker liggen. Laat hem lekker liggen. Laat hem liggen. Voor mij ben je de winnares, ook van vandaag. En deze pak ik voor jou. Oh. Echt? Ik ga deze pakken, ja. Ga je hem eten? Nee. Ja, ik ga hem eten. Nee. Fuck you. Ik weet niet of het allemaal kan. Jullie zijn alle 4 voor mij winnares van vandaag. Ik ga deze pakken, ja. Oh, wow. Nee, ik ga deze pakken. Je moet nou niet huilen, want dan ga ik... Ik huil niet. Jongen. Ik zit helemaal in mijn emoties en ik kon gewoon janken dat Wasima die banaan van mij wil afpakken. Nou. Ik vind het echt tof van haar. Wasima. Oh man, ik ruik het gewoon. We gaan aftellen. We gaan aftellen. Oh, nu gaan jullie aftellen. Ja. Ja. Nu gaan jullie okay, aftellen. Let's go. In 3, 2, 1, go! Je kan het! Je kan het! Oei, oei, oei. Smaakt naar verrotte banaan. Heel slijmerig zeker. Heel slijmerig. Ja. Hé, maar ze gaat er wel voor hoor. Ja. Kijk, dit is liefde. Niet vergeten dat ze zelf ook een hoolie girl is natuurlijk. She's the girl. Hey. 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 Oh, nou, dat ik trots ben, dat is al duidelijk. Laat het even weten hoe trots jij bent. En laat ook even weten welk team jij support. Ben je team Marie, team Richella, team Laurie of team Jane? Ik lees het allemaal heel graag terug. Jullie zijn de strijderinnen van deze week. Jij ook. En ik zie jullie volgende week weer samen met de Hooligirls. Doei!